De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. Factor 2 is een eiwit en onderdeel van de stollingskaskade, het proces dat bloedstolsels creëert en oplost. Het eiwit circuleert in een inactieve vorm in de bloedbaan, totdat het stollingssysteem wordt geactiveerd door een verwonding die de bloedvaten beschadigt. Als reactie op een beschadiging wordt factor 5 geactiveerd. Na activatie van factor 5 reageert deze factor 5 met factor 10, waardoor deze wordt geactiveerd. De actieve vormen van deze twee stollingsfactoren vormen een verbinding die het belangrijke stollingseiwit prothrombine, ook bekend als factor 2, omzet in de actieve vorm trombine. Trombine, geactiveerde factor 2, bevordert vervolgens de vorming van stolsels door de omzetting van oplosbaar fibrinogeen in fibrinestrengen te stimuleren, het primaire eiwit waaruit bloedstolsels bestaan. Dit, en een paar andere processen, resulteren in de vorming van bloedstolsels en zo kan de schade worden hersteld. Een mutatie in het factor 2-gen zorgt ervoor dat het gen overactief wordt en dat leidt tot de productie van te veel prothrombine. Een overvloed aan prothrombine leidt tot meer trombine, wat de vorming van bloedstolsels bevordert. Het nadeel is dat het bloed te gemakkelijk kan stollen, waardoor de kans op trombose groter is. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.